Hoi, welkom bij weer een les van App Inventor. We gaan een spel maken dat heet Munten vangen en dit is deel 1. Oké, we gaan een spel maken waarbij we gebruik maken van de oriëntatiesensor van de mobiel, de bewegingssensor, die dus kan merken of je hem zo beweegt of dat je hem zo beweegt, de helling. Een spel waarbij we munten proberen te vangen. Hoe meer munten vangen, hoe meer punten we krijgen, maar ook de zwarte bal die we niet mogen raken wordt steeds groter. Als we de zwarte bal wel raken, is het game over. In dit deel ga je dus leren hoe je voorwerpen kunt bewegen met de oriëntatiesensor, met de bewegingssensor van je mobiel. Wat pitch en roll betekent, en misschien ook al een beetje over azimuth. En wat de x- en y-positie zijn op je scherm. De bewegingssensor van je mobiel heeft drie richtingen. Het kan de pitch bepalen, dus hoe je je mobiel kantelt in je hand. Het kan de roll bepalen, hoe je mobiel draait in je hand. En het kan de richting bepalen ten opzichte van de Noordpool. Gekke naam, azimuth. Dus met deze drie richtingen, deze drie waarden, of eigenlijk maar twee, de pitch en de roll, gaan we ons spel bedienen. Bij dit programma kan je zien wat roll en pitch bedoel. Mijn roll verandert als ik mijn mobiel kantel. Naar links wordt hij groter, naar rechts wordt hij negatief klein. Mijn pitch, als ik hem hoog doe klein, als ik naar voren kantel groot. Aantal graden bepaalt mijn richting ten opzichte van de Noordpool. Het stappenplan is weer duidelijk. Eerst ontwerpen op papier, spullen verzamelen, mijn plaatjes die ik nodig heb, ontwerpen in App Inventor en programmeren en testen. We beginnen dus met het ontwerpen op papier. Op je mobiel heb je straks een speelveld nodig. Nou, dat speelveld moet ongeveer 300 pixels hoog zijn en de breedte is net zo breed als je mobiel. Op dat speelveld hebben we straks een monstertje. Een munt en een zwart gat waar je niet in wil vallen. We gaan het monster bewegen door je mobiel te bewegen, dus te draaien. Die kant op is je rol. En om te laten zien hoe het werkt, gaan we daar een label en een stuk tekst voor doen. Om even te laten zien wat de waarden zijn bij het rollen en bij de pitch. De pitch is dus de beweging die kant op. Verder gaan we de x-plek, waar is het monster op het scherm, laten zien en de y-positie. Dingen die eigenlijk niet nodig zijn voor het spel, maar je leert er heel veel van voor andere spellen. Nou, wat gaat er gebeuren? Als rol naar rechts, dan moet de x ook groter worden, want de x-positie van je monster moet naar rechts gaan. De monster moet naar rechts gaan. En als de rol de andere kant op gaat, moet x kleiner worden. We moeten straks eens goed kijken wat de rolpositie is. Wat er gebeurt met je rol als waarde. En je zal zien dat als je naar rechts beweegt, dat de waarde bijvoorbeeld min 10 is. Nou, dat klopt niet, dus we willen straks, naar rechts moet hij groter worden juist. Dat we gaan zeggen, we gaan nemen de rol, maar dan nemen we van min 1 keer. Want daarmee min 1 keer min 10 wordt plus 10. Dus we nemen min 1 van de rol. Het monster moet dus verplaatsen. Verplaatst dus naar van de oude x-positie, waar hij was, naar x plus min 1 keer de rol. En je zult zien straks dat we die waarde ook nog gaan delen, want anders gaat hij weer heel snel bewegen. Nog een keer, de monster verplaatst dus naar de oude, van de oude x-positie naar de x-positie die hij was, dus de oude, plus de waarde van het rol. Daarmee krijg je hoe meer je hem beweegt, hoe sneller hij naar rechts gaat, of natuurlijk naar links de andere kant op. Nou, hetzelfde geldt ook voor de y-positie. En dan is het dus y, de nieuwe y wordt y plus min 1 keer pitch, je helling.
Dat is voorlopig even voor het eerste gedeelte genoeg. We gaan spullen verzamelen. Je hebt nodig een monster, een euromond, munt en nog ergens een zwart gat. Maar dat doen we gewoon in het programma zelf. Dat is gewoon een rondje. Tijd om ons ontwerp in App Inventor te zetten. Oké, gaan we nu aan de slag in App Inventor en ons nieuw spel maken. Ik zet hem eerst even op Nederlands. Je mag hem op Engels laten staan, dat vind ik zelf ook makkelijker. En we kiezen voor nieuw project. En we noemen hem, dan geef hem een mooie naam. Ik zeg Muntenmonster. Ik heb een leeg veld. Daarin wil ik eerst een plek hebben waar we gaan spelen. Dus ik maak een doek. En dat doek maak ik de hoogte van ongeveer 300 pixels, had ik gezegd. De breedte wil ik bovenliggend. Dus net zo breed moet worden als het scherm, want dat is het bovenliggende. Oké. En hier is mijn speelveld. Nou, ik ga nu mijn bestanden uploaden. Dus mijn plaatjes. Bestand kiezen. En ik had een mapje gemaakt. Dat zijn de dingen die je gewoon prima kunt doen bij de voorbereiding van je spel. Eerst alle spullen regelen. En dan pas gaan programmeren. Je gaat nu ook niet de schilderij beginnen als je je verf nog niet klaar hebt staan. Oké. Ik heb mijn monster en mijn euro erin staan. Nou, die kan ik alleen in mijn spel zetten als een afbeelding sprite erin zet. En ik heb daarvan 2 nodig. Ze heten nu allebei afbeelding sprite. Nou, dat wordt erg verwarrend. Dus de ene hernoem ik naar munt. Oké. Daarbij hoort het plaatje van de munt, euro. En die wil ik niet zo groot hebben. Nee, ik wil hem bijvoorbeeld 25 pixels hebben. Of iets groter kunnen jullie het beter zien. 30 pixels. De breedte ook 30 pixels. Kijk. Mijn munt. Bij deze wil ik het monster doen. Dus die hernoem ik naar monster. Oké. Ook daar een plaatje. En ook die wil ik als grootte 30 meegeven. En ook 30. Straks in mijn spel ga ik dat ook nog een keer doen. Zeggen dat ze 30 moeten zijn. Want ik wil hem kunnen groter maken. Hij heeft geen snelheid. Dat doen we straks wel met het zwarte gat. Maar hij heeft geen snelheid. Munt, het monster klaar. Ga ik nu knoppen doen? Nou, ik wil die knoppen. Je zag dat ik een label had. Of geen knoppen. Een label en het tekstvak. Die wil ik netjes naast elkaar hebben. En ik ga 4 rijen doen. Voor mijn rol, mijn helling, of mijn pitch dus, mijn x- en y-positie. En in elk vak zet ik een label. En een tekstvlak. Waar staat die? Tekstvlak. En ook hier weer een label. En een tekstvak. En nog een keer een label en een tekstvak. Nou kan ik die onderste moeilijk zien. En ik heb hier geen scroll staan. Dat ben ik vergeten bij screen 1. Zet ik even schuifbaar aan. Zo. En dan heb ik hier mijn bar voor de laatste. Label en tekstvak. Tijd om ze te gaan hernoemen. Nou, mijn label wil ik tekst mooi in het midden hebben. En grootte van mijn tekst maak ik bijvoorbeeld 20. De hoogte laat ik automatisch staan. En die laat ik ook staan. Nou, ik maak hem de breedte 80 pixels. Oké. En de tekst die ik erin zet voor deze is roll. En ik hernoem hem ook naar roll label. En het tekstvak noem ik ook lettergrootte 20. Oh. 20. En de hoogte en breedte laat ik nog even staan. De tekst die erin komt is rol. En de tekstkleur gewoon zwart laten. Ja. Nou wil ik die over de hele breedte hebben. Dus ik ga even terug naar mijn horizontale indeling.
Die had ik niet gedaan. Breedte, vul bovenliggend. Dan pakt hij hem over de hele breedte. En dan kan ik deze automatisch doen afhankelijk van de tekst die erin komt. Nou, dit is mijn label pitch. Hernoem pitch label. Label. En dan is dit mijn pitch tekstvak. Geen spaties. Tekst. Mijn, was ik vergeten. Rol. Tekst. Ik maak hem even af en dan zie je zo weer terug. Zo, ben ik weer. Nou, dat was best wel een klusje. Alles een goede naam geven. Ik doe dat eigenlijk van boven naar beneden gewoon. En als ik ga controleren daarna, dan zeg ik van, klopt deze? Heb ik de lettergrootte goed? Heb ik alle dingen hetzelfde gedaan? Dan loop ik ze alle vier even door. En ook alle labels loop ik even door. Als je dat voor elkaar hebt, prima. Nog niet, zet hem even stil en maak dat eerst rustig even af. Als je het wel klaar hebt, we hebben nog nodig een zwart gat. Nou, dat vinden we onder media. Animatie, sorry. We hebben een bal en die bal is zwart. En bij het begin maak ik hem 8. Maar dat pas ik straks ook even aan in mijn programma, dat die altijd bij het begin 8 is. Dan hebben we dus het monster, de bal en de munt zal ergens erboven zitten. Ja. Heb ik alle spullen? Oh, monster. De bal heb ik nog niet hernoemd. Zwart gat. Voor dit gedeelte heb ik dan alle onderdelen. Later komt er nog een start en een reset knop tussen. Tijd om te gaan programmeren. Bij het programmeren gaan we nu eerst doen dat het monster kan bewegen. Dat het monster kan bewegen. En dat we de rol en de pitch van het monster gaan kijken. Dus hoe beweeg ik mijn mobiel? Dat gaan we erin zetten. En wat is de plek van mijn monster? Gaan we erin zetten. We gaan naar blokken. Ik begin met het begin van mijn spel. En dat gebruik ik voor mijn scherm. Wanneer mijn scherm aangaat. Nou, dat is eigenlijk gewoon het begin van het spel. Dan wil ik dat het monster op de goede plek gaat staan. Dus bij mijn monster zeg ik dat hij op de juiste X en Y positie gaat staan. Dus ik stel de x-positie in. Nou, waar wil ik hem hebben? Ik wil dat hij in het midden onderaan gaat staan. Dus de x-positie is het midden van het veld. Midden van het veld doe ik door de veldbreedte in tweeën te delen. Dus ik heb een deelblok nodig. En een getal, want ik wil hem door twee delen. En wat wil ik dan door twee delen? Nou, ik wil de breedte van het doek door twee delen. Daar speelt het allemaal doek grootte, doek breedte. Dan heb ik de x-positie bepaald. Ik dupliceer hem, want ik wil ook de y-positie hebben. Alleen daar wil ik niet de doekgrootte hebben. Ik wil hem niet helemaal in het midden hebben. Ik wil hem onderaan hebben staan. Dus mijn doek was 300 groot. Deze kan weg. Als ik nou op 290 zet, dan is hij de y-positie bijna helemaal onderaan. Dan wil ik ook de breedte van mijn monster even zeker maken. Ik heb het net al in het scherm gezet, maar ik wil het straks gaan veranderen. Dus dan is het goed om het begin van het spel even de breedte erin te zetten. Nou, die wil ik bepalen tot... wat hadden we net? 30 pixels. 30. Oh, 30. En met dupliceren heb ik ook de hoogte ingesteld naar 30. Nou, dan heb ik mijn monster in ieder geval op de goede plek neergezet. Vervolgens ga ik gebruik maken van de oriëntatiesensor. De oriëntatiesensor heb ik er stiekem toegevoegd. Had je dat nog niet gedaan? Ik zorg dat je oriëntatiesensor erbij komt te staan. Ik heb er nu 2, dus overdreven. En hij komt dan hieronder te staan. Oriëntatiesensor. Ik ga naar mijn oriëntatiesensor toe en dan zie ik één event handler. En dan staat iets raars bij mijn kompas. Nou, dat klinkt nogal logisch, maar de toonhoogte klinkt helemaal niet logisch. Dat moet zijn de pitch, maar het vertalen zit Nederlands verkeerd, en de roll. Dus de pitch en de roll, die we straks nodig om wat mee te gaan doen.
Nou, ik wil eerst eens zien waar wat nou gebeurt. Dus ik maak mijn roltekst, geef ik aan. Even kijken, stel roltekst in naar de rol. Daarmee kan ik op mijn mobiel laten zien wat er nou eigenlijk gebeurt. Naar de toonhoogte. Raar om te zeggen, maar zo heet dat. En vervolgens wil ik in de tekstblok van de X- en Y-positie. Dus dat is deze. Stel X-positie tekst. Tekstkleur, tekst. En de, oh nee, kan ik eerst best wel even doen. Wat wil ik daar neerzetten? Ik wil de plek van mijn monster daarin zetten. Dus ik heb de X- en Y-positie laten zien waar mijn monster is. Dupliceer. Want ik wil niet alleen van de X-positie, maar ook van de Y-positie tekst. En daar moet ik natuurlijk de Y voor hebben. Nou, verder wil ik dat mijn monster gaat bewegen. Dus ik zoek een beweegblok bij mijn monster. Kijk, hier, beweeg naar. En waar moet hij nou naar bewegen? Nou, hij is al op een bepaalde plek. En daarbij moet hij de waarde van mijn, hoe ik mijn mobiel beweeg bij optellen. Dus mijn roll moet hij optellen bij de X en mijn pitch moet hij optellen. Mijn toonhoogte, zoals het hier heet, moet hij optellen bij de Y. Dus ik ga eerst kijken wat mijn huidige positie is van mijn monster. En daar moet ik nog iets bij optellen. Dan moet ik de waarde van mijn sensor bij optellen. Dus ik heb een plusblok nodig. Kom. Dus ik pak mijn oriëntatiesensor. En daarvan pak ik de rol voor mijn X. Dus mijn monster, en daar tel ik de oriëntatiesensor rolwaarde bij op. Hoe meer ik hem kantel, hoe harder die gaat. Alleen gaat dit fout en ik zal straks laten zien waarom. En dan ga ik ook laten zien hoe je het aangepast hebt. Nou, dan wil ik het ook voor de Y-positie veranderen. En dat moet dan weer die gekke toonhoogte zijn. We gaan eens even testen. Verbinding. Scannen. Zo. Wat jullie dan niet zien is dat als ik mijn mobiel omhoog doe, dat hij dan juist precies de verkeerde kant op gaat. En als ik mijn mobiel naar links beweeg, gaat hij naar rechts. En als ik mijn mobiel rechts beweeg, gaat hij naar links. Ik zie dat ik ergens, tip voor het tekstvak, de juiste teksten niet ingezet heb. X-positie, Y-positie, tekst, monster, Y-positie. Oh, de pitch heb ik verkeerd gedaan. Krijg roll, tekst. Ja, dat moet natuurlijk de pitch tekst zijn. Kijk, nou doet hij zo. Oké, ik beweeg mijn mobiel naar rechts en dan zie je dat mijn roll min 30 wordt. En dat zou dus plus 30 moeten zijn. Ik moet mijn waarde van mijn oriëntatiesensor dus veranderen naar van een negatief getal naar een positief getal. Dat kan ik heel eenvoudig doen door hem keer 1 te vermenigvuldigen. Dus als ik min 1 keer mijn rolpositie doe, min 1. En dat doe ik ook voor mijn haal ik die gewoon uit. Deze. Dan gaat hij in ieder geval de goede kant op. Nou, vind je dat het te snel gaat of te langzaam gaat, dan kan je nog zeggen van, nou, die waarde die wil ik delen door 2 of 3 of zo. Dus ik kan dit hele stuk pakken en dat dan delen door 2. Dan is de waarde die erbij komt iets minder groot. Dus dan gaat hij iets minder hard. En dat kan ik ook doen voor die andere. Die zet ik erin. En ook daar maak ik min 2 van. Dat doe ik dus alleen als ik zeg van, nou, ik wil dat hij minder snel gaat. Kijk. Ik gaf eerst een foutmelding omdat ik 0 had staan. Misschien moet ik hem even resetten. Maar hij doet het. Ik kan hem dus bewegen. En ik kan zien waar die staat. En mijn 0 doet het niet. Even kijken als ik hem opnieuw verbind.
deze even uitdoen. Soms dan werkt de app niet. Als je hem net gedaan hebt, dan heeft hij niet alles goed geschreven naar je mobiel. En dan helpt het wel eens om eventjes opnieuw te starten. Kijk, nu zie je dat de i-positie duidelijk is. En dan zie je ook dat links bovenaan, ja, dat andere kant op, 0 is. En rechts onderaan, dat ja, ongeveer 300 is. Ja. Oké, tot zover het eerste stukje. We hebben een monster dat beweegt. En we weten de x- en de y-positie. Hoe dat werkt. Nou, perfect toch? We gaan nog een klein stukje aan toevoegen. We hebben toch de munt staan, dus die kunnen we net zo goed aan het werk zetten. Nou, wat gaan we doen? We gaan, als de monster het munt raakt, of als de munt botst met iets anders, deze gebruiken omdat het munt straks ook kan botsen met het zwarte gat, en dan wil ik ook dat die verplaatst. Wat moet er gebeuren? Elke keer moet de munt op een nieuwe plek gaan. Dus, ik wil dat mijn munt de x-positie, stel munt x, in naar een willekeurige plek ergens tussen, nou zeg 1, dat de x bijvoorbeeld 1 is, en ja, zo ver mogelijk in de breedte. En de breedte wordt bepaald door mijn doekbreedte. Dus ik heb hem hier toch staan, tussen de 1 en mijn doekbreedte. Delete. Zo. Dus de munt komt ergens op een willekeurige plek tussen 1 en mijn doekbreedte. En de hoogte geldt hetzelfde voor, alleen dan niet mijn doekhoogte. Maar ja, ik had daar gewoon een getal voor, hè, tussen de 1 en de 300. Oh, misschien zag je dat. Ik typte gewoon 300 in. Ja, 300 en enter. En dan kreeg ik gewoon zo'n balletje met 300. Daar kwam ik ook laatst achter. Hartstikke handig. Dus elke keer als mijn munt nu botst, gaat hij daar naartoe. En in het begin van mijn spel kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil dat mijn munt alvast op een plek staat. Ergens tussen die breedte. Oh, dit moet i-positie zijn. Oh, Harold. Dupliceer. En de hoogte ergens tussen de, nou, die bovenin staat, van die andere onderin, ergens tussen de 0 en de 100. Dus als ik dan nog een keer naar mijn spel ga kijken. Als ik hem maar raak. Kijk, gaat hij elke keer naar een andere plek toe. Nou, daar gaan we straks punten aan verbinden. Het volgende. En ook mijn zwarte gat moet mee gaan spelen. Het monster moet groter gaan worden. En ik wil ook een game over hebben natuurlijk. En de score moet bijgehouden worden. Je ziet al dat het testen en het programmeren heel vaak elkaar afwisselt. Dus we hebben hem alweer getest tussen het programmeren door. Dat was het einde van deel 1. In deel 2 ga je dus het zwarte gat programmeren, dat die langzaam gaat bewegen over het scherm. En elke keer als je monster de munt raakt, wordt je monster groter. En ook je zwarte gat wordt groter. En er moet een score bij komen. En ik wil ook nog een tweede scherm hebben. Dus dat als de game over is, dat hij naar een ander scherm gaat. We gaan nog een startknop doen. En een resetknop. Genoeg te doen in les 2.